Wij hebben hier vandaag de première georganiseerd van het mini-kroniekenproject en daarbij zijn er 12 films vertoond. En waarom zijn jullie met deze kronieken begonnen? Dit is een project wat gaat over de ontmoeting tussen mensen en het uitwisselen van verhalen tussen mensen. En het vastleggen van die verhalen met behulp van moderne media. En dat doen we ook met hele laagdrempelige middelen, zoals smartphones. Wij leren onze deelnemers een film te maken. Dat doen we tijdens 4 workshops. En daarin leren ze interviewen, ze leren monteren, ze leren filmen. En dan gaan zij op pad om een verteller te interviewen. En een film te maken over die persoon. Ik heb vanmiddag heel wat filmpjes zien langskomen. Kun je daar iets een klein beetje over vertellen? Ja, we hebben vandaag een 12-tal films vertoond. En die zijn allemaal gemaakt door amateurs. Dat zijn dus deelnemers van het mini-kroniekenproject. Dat noemen we dan de filmers. En de andere deelnemers van het mini-kroniekenproject, die noemen we de vertellers. Die vertellers, dat zijn mensen die de filmer zelf kan kiezen. En sommige filmers hebben gezegd, nou, ik laat mij verrassen. Dus ik wil wel een film maken over iemand die ik nog niet ken. Dus we hebben ook een aantal vertellers, in dit geval van Bureau Maatwerk in Almelo. Een paar cliënten en een medewerkster. En over die mensen is ook een film gemaakt. Die films die duren maximaal 10 minuten. Dus de opdracht van de filmer is om al het gefilmde materiaal, want dat kan wel een paar uur zijn, terug te brengen tot de essentie. En dat doen ze in de montage. Dat lijkt me een heel werk. Was dat goed bij je te sturen? Nou, we hebben gelukkig 3 hele professionele docenten. Dat zijn mensen die zelf al jaren in het vak zitten. Onder andere Jouke Boerdam en Bert van der Molen. Johan de Ruiter is ook een vrijwilliger bij de Omroep in Almelo. En die helpen de mensen om het goed te doen. Want het filmen zelf is best lastig. En om het daarna ook te monteren, dat is vaak nog veel moeilijker voor de mensen. Ben je zelf tevreden over deze middag? Ja, ik ben ontzettend tevreden over de opkomst. Ik ben ook ontzettend tevreden over de reacties die we krijgen op de films. Het is een heel gevarieerd aanbod van films wat we hier laten zien. Het zijn natuurlijk allemaal persoonlijke verhalen. En bij de ene gaat het over het verleden. Iemand heeft ingrijpende dingen meegemaakt en is daaruit opgekrabbeld. En bij de ander gaat het over het heden. Iemand heeft bijvoorbeeld een yogaschool en wil graag vertellen waarom het zo belangrijk voor hem is. En bij weer een ander gaat het over de toekomst.